sta gewoon bij de toren nu. Holy shit. Oké, ik ben binnen. Ik heb mijn pasje gekregen. Nu ben ik gewoon binnen. Check deze shit. Fucking epic. Ik weet echt niet waar ik ben. Maar het is hier fucking cool. Maar ik weet echt niet waar ik ben. Ik heb gevolgd waar mijn kaartje stond. En nu ben ik hier. En er is hier een trap. Dus ik ga even in deze trap. Let's go. Yo jongens en meisjes van mijn kanaal. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Acid. Vandaag gebeurt waarschijnlijk het meest epische wat ik ooit gerecord heb op camera. En ik ga jullie gewoon de hele dag meenemen naar mijn dag. Ik ga binnen een paar uur naar Brussel. Helemaal van deze stad naar Brussel. Om naar het nieuws te gaan. Je hebt twee grote omroepzenders in België. Je hebt de VTM en de VRT. En ik ga naar VRT. Ik denk dat het super awesome gaat zijn. Ik denk dat ik echt vette dingen ga zien. Het is om over iets speciaals te praten. Een geheime YouTube shizzle. Maar jullie gaan er alles wel over te weten komen. Alles wat ik mag zeggen, ga ik gewoon ook meteen zeggen naar jullie. Het is nu 7 uur. Ik zit in mijn bed met een groot fles melk. En dat is mijn ontbijt. Ik ben ook Black Ops 3 aan het downloaden. Daar zo op mijn ding ben ik Black Ops 3 aan het downloaden. En ik ga zo meteen een video opnemen, want dat moet ook gebeuren. En ik heb er echt zin in. Wow, let's go, dames en heren. Black Ops 3, oh my god, let's go. Oké, ik weet niet wat er met mijn haar is, ik ga gewoon pet aan. Oh my god, peoples, this is it. Dit is het scherm dat ik de komende 10 jaar alleen maar ga zien. Let's go. Ik heb al mijn beslissing moeten maken van mannetje moest nemen. Ik heb zo'n vrouw met dikke tieten eigenlijk boog genomen. Ze zag er fucking epic uit, dus ik heb haar gewoon genomen. En nu ga ik 1 potje spelen. En dan ga ik met de trein vertrekken naar Brussel. Want holy shit, ik wil Black Ops spelen. Let's go. Ja, last kill. Ik heb last kill. Met de kruisboog of met de pijlenboog. Fucking epic. Oh my fucking god. Oké, dit spel is fucking awesome. Ik heb gewoon de eerste keer al een super goede score. Ik sta 19 om 3. Super chill. Ik vind het spel super nice, maar het is nu 18 aan 9. En het is hoog tijd dat ik mijn rugzak begin te maken. Want ik moet vertrekken naar het station. En ik ga, vertrekken. En ja, ik zie jullie als ik op de trein ben. Dus ja. Ik ben in Brussel. En heel de trein is leeg. Ik weet niet hoe het komt. Niet veel mensen die naar VRT-basis gaan. Dus ik ga hier gewoon zitten en wachten. En wachten. Ik ben in Vijlvoorde. En het is hier zo dood als iets. Maar ik moet hier wachten en ik heb een broodje gekocht. Dus ik ga wachten en wachten. En als ik op mijn trein zit, ga ik naar VRT. Dus let's fucking go! Dit is officieel, nogmaals, het doodste station ooit. Ik heb hier in de 20 minuten dat ik hier ben, nog niemand gezien. En echt niemand. De Panos was automatisch. Dus dan moest je geld insteken en dan kreeg je een broodje uit de machine. Er zijn hier geen loketten. En het enige wat ik hier heel de tijd zie, zijn vliegtuigen die opstijgen. En ja, dat is alles. Voor de rest stoppen er hier heel de tijd treinen, maar er stapt niemand op. En ik sta hier helemaal alleen. Shoutout naar Vilvoorde voor het doodste station ooit. Let's go. Ik ging net naar het toilet. Het lijkt hier echt op een concentratiekamp. Holy shit. Oké, maar ik ben er bijna nog 1 halte. En dan ben ik in Meister. Ik ben in Meister. En ik moet zeggen, dit station is nog doder dan Vilvoorde. Want ja, er is hier niks. Er is gewoon echt een put in de grond waar er treinen stoppen. En ik weet eigenlijk echt niet waar ik nu moet. Dus ik ga eens bellen. Want nu ben ik echt in een stad waar ik nog nooit van had gehoord. En iedereen spreekt hier Frans. En ik kan geen Frans. Ik heb het gevonden! Sfeer! Want nu moet ik de straat oversteken op een illegale manier. Holy shit! Let's go! Oké, en nu moet ik de ingang zoeken. Wat waarschijnlijk nooit gaat lukken. Maar ik heb het wel gevonden. Dus misschien kan ik hier gewoon door de strijd. Nee. Hey, nu ga ik de ingang zoeken van de VRT, want de toren is. Ja, kijk, daar is hij. Dus hier moet ik ergens naar binnen kunnen. Maar ik ga gewoon een rondje lopen. En dan vind ik de ingang wel. Dus gewoon bij de toren nu. Holy shit. Oké, ik ben binnen. Ik heb mijn pasje gekregen. Nu ben ik gewoon binnen. Check deze shit. Fucking epic. Oké, ik mag naar binnen gaan. Ik heb een beetje stress. Ik weet niet of dat er gaat gebeuren. Maar er zijn hier gigantische gebouwen. Er zijn hier fucking grote satellieten. Het is fucking cool. Ja, ik heb
Ik ben een beetje pumped. Jongens, het is allemaal dankzij jullie, dus ik ga nu naar binnen. Let's go. Oké, let's go. Gewoon rustig, serieus blijven. We zijn bij tv. Let's fucking go. Holy shit. Ik sta in de lift. Boys. Boys. Ik hou mijn kaartje bij, want ik ben officieel. Oké, holy shit. Let's go. Ik weet echt niet waar ik ben, maar het is hier fucking cool. Maar ik weet echt niet waar ik ben. Ik heb gevolgd waar mijn kaartje stond. En nu ben ik hier. En er is hier een trap. Dus ik ga even in deze trap. Let's go. Ik heb hier een heel mooi uitzicht van de toren en al de rest. Dus dat is wel cool. Maar dat helpt mij alleen niks verder. Dus ik ga verder zoeken waar ik moet zijn. En hopelijk vind ik het. En misschien word ik neergestoken. Maar misschien ook niet. Dus we gaan gewoon door naar M&M. Let's go. Ik heb het gevonden. Ik ben gewoon op de VRT. Op een 7e verdieping of zo. Echt episch. Het is gewoon mijn kamer. Maar dan plus 1000 euro aan dingen die hier staan. Het is echt super nice. En je hoort ook alles. Wordt volledig live uitgezonden. Je ziet alles achter de schermen. Super nice dat ik hier ben. En allemaal dankzij jullie. Hè. Als jij die ene dag niet naar mijn channel was gekomen. Of tegen jouw neef had verteld van. Wow, yo, ik heb de beste YouTuber ooit gevonden. Dan had ik hier nooit gezeten. Dus dik shout-out naar jullie. Want het is dankzij jullie dat ik hier zit. En natuurlijk ook dik shout-out naar Bart. Anders had ik het niet gevonden. Ja, we zijn allemaal secret YouTube things aan het bespreken. Super nice. Ik ga er nu nog niks van zeggen. Maar dat komt allemaal wel goed. Dus ik ga hier nu nog chillen. En luisteren naar radio. En allemaal mensen. En mooie vrouwen zien passeren hier. Super nice. Dus, holy shit. Dank wel. Let hier nog altijd. Het is super awesome. Het is echt raar. We zijn allemaal dingen aan het bespreken voor YouTube en zo. En ik vind het super awesome. Want alles wat we hier hebben, hadden wij op de 24 uur stream bij Shaquille ook. En dat is een heel groot livestream scherm waarop eigenlijk alles staat wat er gebeurt op het moment. Een muziekmachine, een gewone ding, dan nog een extra studio. Dan nog een studio daar achteraan. Dan hebben we hier nog een kleine laptop. Allemaal speakers. En een fucking vette koptelefoon. Voor de rest is dit hier ook gewoon een gebouw waar mensen werken. En dat vind ik zo awesome. Dat het zo vet ingekleed is. En toch nog zo chill is. Dus ik ben echt blij dat ik hier ben. Super awesome. Maar zo meteen ga ik wel weer naar huis. Want ja, dan moet ik weer naar huis om video's te maken. En ja, zo dingen. Dus ja, ik ga jullie later en verder doen. Dus let's. Oké, het was vet. Het was super awesome om dat hier eens allemaal te zien. We staan hier nu gewoon in het VRT-domein. Super vet. Echt amazing. En ja, ik ga nu met Bart naar huis. Hij gaat mij naar Gent brengen. En dan moet ik niet meer zo lang op de trein. Dus let's go. Ja. Mijn trein. Nee. En hier ben ik dan in Gent. Sint-Pieters. Afgezet door de geweldige Bart met zijn gratis taxi. Dus ik ben hier nu in Gent. Het is momenteel 4:30. Ik heb geweldige gesprekken gehad. Was super awesome. En nu moet ik wachten op mijn trein. Want ik heb net mijn trein gemist. Wat echt super kut is. Maar oké, ik ga gewoon wachten op de volgende. En dan ga ik terug naar B-Town. Want ik moet nog een video maken voor vandaag. Dus ja, let's go. Ja, we doen het gewoon, oké. Ik ben in Brugge. Dus dat ging redelijk snel. Toen Jude kwam, het ging eigenlijk echt fucking snel. Ik ben dus nu in Bruges. En ik moet pittig lang wachten op mijn trein. Dus ik weet echt niet wat de fuck ik ga doen. Want ik dacht dat er hier een mediamarkt was. Maar blijkbaar is er hier geen mediamarkt. Heel raar. Ik dacht dat hier een mediamarkt was. En ik ben het eigenlijk bijna zeker, want ik kwam hier altijd naar de mediamarkt. Want de mediamarkt is hier dus weg. En ik moet hier 40 minuten wachten. En 40 minuten is eigenlijk niks. Het is gewoon te weinig om naar de stad te gaan. Maar te veel om te blijven zitten in het station. Dus ik ga gewoon een beetje rondlopen en kijken of ik domme cup dingen kan doen. Om jullie te amuseren. Dus ik ga kijken of hier de winkeltjes en dan ja, gewoon daar kutten. Dus ja. Winkel gevonden. Fucking chill. Ik wist niet eens dat hier een Carrefour was. Maar het is chill. Net bij het station. Gewoon aan de achterkant. Zo like, what the fuck. Hier is een winkel. Shop. En ik ga een beetje kloten. Dus ja, let's kloot sommige mensen leggen. Ik heb superlijm gekocht om mijn microfoon weer te fixen. Zodat ik mijn popfilter weer aan mijn microfoon kan kleven. Dus dat is gewoon super handig. Die nemen we mee, Lego. En nu ga ik gewoon naar de kassa, denk ik. Want ja, ik weet niet. Ja, we moeten gewoon naar de kassa, oké. Ik heb ook wel zin in witte chocolademelk. Dus neem ook een flesje witte chocolademelk mee, let's go.
De witte chocolademelk was pittig lekker, eigenlijk was het fucking lekker. En ja, nu sta ik hier op een roltrap te kloten, maar ik moet terug naar boven. Ben ik weer terug in B-Town Beats, B-Town Represent. En ik ga nu gewoon naar huis, want ik heb alles. Normaal moest ik nog super lijm halen, maar dat heb ik natuurlijk al gedaan in die rare winkel op het station. Dus ik kan nu gewoon mijn fiets nemen en terug naar huis fietsen. Maar ik moet nog een video maken. Dus ja, let's do that right now, yeah. Ik ben thuis, yes, yeah, YOLO, ja, je wil even maar één keer, oké. Het is nu 5:25 en ik moet nog een video maken. Holy shit, er wordt aangebeld. Holy shit. Ja? Hallo? Ja? Oké, ik kom naar beneden. Oké, ik ben hier toch aan het filmen, dus holy shit. Ik ga hier even mijn jas uit doen. Ik weet zelf niet wie het is. Het is fucking raar. Het is zo direct naar mij. Let's see that right there. Oké, dat is super random. Ineens, meisje voor de deur. Hallo. Wat is je naam? Sien. Ik shout out naar Sien. Fucking awesome dat ze voor mijn deur staan. En ik was net thuis. Ik kom thuis aan de bel gehad. Dus ja, is al veel geluk. Maar, ja. Nee, maar ik moet nog een video maken. Let's go. Super awesome om zo dingen mee te maken. En het geweldigste was dat ik net thuis was. Het was fucking awesome. Maar ik heb ook een brief gekregen. Die ga ik even uitgieten, want ik heb maar één hand. Let's go. Oh shit. Er zat een euro bij. Dikke shout-out voor de euro. Fucking nice. Hier zit er ook nog een envelop. Oh shit, een envelop in een envelop. Fucking random. Er zit een envelop in de envelop. Maar er zit niks in de envelop. En dan een hele lange brief. Wow. Ja. Dikke shout-out naar Sien voor deze brief. Ga ik sowieso bij de andere kijkers meeleggen. Ik ben Nijsit en ik ga Black Ops 3 gaan opnemen. Want ik heb een video nodig. Dus. Ladies and gentlemen, today we are going to fix my microphone with some super glue. Dus ik ga hem proberen te fixen. Want ik zag een paar comments van holy shit, je kwaliteit is minder. Dus ik ga daar meteen verandering in brengen. Oké, ik moet oppassen met deze superlijm, want er stond al op in het begin dat kan plakken aan vingers. Dus we gaan hem even openmaken. Let's go. Super lijm. Oh, lang geleden dat ik hier nog iets mee heb gedaan. Kijk. Oh. En dan moet hij daar zo op, denk ik. Ja, zo. Ik denk dat dat genoeg zou moeten zijn. Ik ruik het al enorm. Het is very strong. Dus nu gewoon erop klikken. Als dat lukt, alsjeblieft. Dat ik geen 7 euro heb betaald voor saus. That is fucking hell. Oh my god. Ik heb fucking veel superlijm aan gedaan. Ik heb nog nooit zoveel superlijm op één plek gedaan. Beter dan dit lukt het niet. Hij hangt er niet eens goed aan. Hij ligt er gewoon op. Oh, die shit. Waarom? Dus, ik had de challenge met mezelf gedaan op Twitter. Dat ik 4 video's ging uploaden. Op de een of andere manier heb ik nu geen internet meer. Heel raar. Ik denk dat ik gedidost ben. Ik ben niet zeker. Maar ik kan niks minder op internet. Het is echt fucked up. Ik kan geen Black Ops misspelen. Ik kan geen porno kijken. Het enige wat ik kan doen is vanillevla eten. Want daar heb je geen wifi voor nodig. Dus ik ga eten zoeken in mijn huis. Want ik kan voor de rest niks doen. En mijn microfoon is ook kapot. En ik heb er een plakkertje aan gehangen. En ja, het is vreselijk. Het enige wat ik kan doen is eten. En mijn eigen video's kijken. Oh, wat is er met mijn haar? Oh my god, mijn haar. Fuck this shit. Mama, ik wil nog spaghetti. Ja, woepie. Waarom moet ik stijl zijn? Let's go. Spaghetti in the house. In the house. In the house. Zo en zo en gieten en ja, zo. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Just like this. Yes, let's go. Ik weet niet wat er met mijn haar is, maar ik heb wel spaghetti. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk en... Ja, let's go. Ik heb nog altijd geen internet. Ik haat mijn leven. Ja, oké. Okay, ja. Mama, slaap wel. Slaap wel, schatje. Zeker. Ja, mijn mama gaat slapen. Ja, ik niet. Ik ben nog aan het skypen met Ties. Ja, maar je gaat wel stellen, zie je niet? Ja, dag mama. We gaan direct even stoppen. Ja, daar gaan we. Ik ben gewoon nog een beetje Black Ops 3 aan het spelen. Super cool. Ja, het was vandaag een vette dag. Het is nog 5 minuten en dan sluit ik de vlog af. Maar binnen 5 minuten is Ties ook jarig. Dus binnen 5 minuten is de vlog ook gedaan. Maar op het einde van de video is er wel een verjaardagssong voor Ties. Dus, ja, ik weet niet wat ik doe met mijn hand, maar gewoon, ja. Ze heeft een knuffel op mijn hoofd gelegd, omdat ik niet wil weten hoe mijn haar eruit ziet. Een goede tip, ga nooit met nat haar onder een pet, want wajo, je fuckt je haar er echt zwaar mee op. Ik weet niet wat er mee is gebeurd, maar het is gewoon helemaal fucked up. Maar oké, jongens, vonden jullie dit nu een leuke vlog? Vergeet dan zeker geen duimpje omhoog. Ik vond het weer leuk om te doen. Ik heb een geweldige dag gehad bij de Vlaamse omroep televisieradio ding, je weet zelf. Ik ben Acid
En ik zou zeggen, bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij nu chill? Doe zeker even een duimpje omhoog. Kijk hieronder een random video of de vorige video. En ik ben Acid. En ik zou zeggen, adios. Bitch. We sing happy birthday.